Een heel groot blokje. Wow, dit lijkt een soort van grote dobbelsteen, maar dan anders. Dan had je hem hier moeten afzagen. Als je die dingen op elkaar stapelt, dan zijn ze volgens mij best wel stabiel. Dat je ze niet zo om kan kikken. Heerlijk. Dat omkikken, dat heb ik van een Rotterdammer volgens mij. Ik was toen een keer in een frietzaak en toen begon die gast tegen mij te lullen. 2 uur later was hij nog steeds aan het praten tegen mij. Maar trouwens, een toffe gast was dat, jongens. Als je meekijkt, ik hoop dat je dit ooit ziet. Oh. Ja, dit is een kleine dobbelsteen. Wow. Kijk even hoe dik dat is, als ik mijn hand hierop leg. Dit lijkt net van die roadblocks voor tanks en zo. Maar dan moeten ze nog groter zijn. Heerlijk. Hier staat er nog één. Expeditieruimte, dus we moeten ze dadelijk weer terug. Ah, ik zal het ook even doorgeven, even melden dat er een TL-buis kapot is. Dat ze hem heel snel moeten gaan maken. Want als morgen vroeg de vrachtwagens komen, dan hebben ze geen licht. Maar dan schijnt de zon wel, denk daar maar eens over na. Oh, het wordt steeds kouder, jongens. Ik heb het erg koud nu ik buiten loop. Ze zijn aan het sporten, of niet? Ja, het sportveldje is los. Gaaf. Ja, hier was ik toen binnen, bij dit bedrijf. Toen moesten we bewakingsdienstje doen, de hele nacht. En toen opeens hoorden we in de nacht een stelling omvallen. Wow, toen werd ik werd bang, jongens. Niet normaal meer. Een hele stelling brak opeens in elkaar. Helemaal achter in het bedrijf. Ik was met nog zo'n gast, jongens. Ik keek hem aan. Ik denk, hup, de koelcel in, weet je. Dus we gingen de koelcel in en daar hebben we gewacht. Oh, ik heb nog nooit zo snel kunnen bellen als toen. Nou, jongens, welkom op het tennisveld. En je hoort het, je ziet het, de vliegen balletjes.